Suriname moet overmatig alcoholgebruik collectief aanpakken. Dat zegt John Codrington, biochemicus en hoofd van het klinisch laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP. Wij spraken hem naar aanleiding van de incidenten in de binnenstad tijdens de jaarwisseling. Het alcohol- en drugsgebruik onder de feestvierders was enorm. Enkele jongeren hebben zodanig alcohol genuttigd dat zij niet bij bewustzijn waren. In ons actualiteitenprogramma In Gesprek Met vertelt Codrington dat er nog weinig data over alcoholgebruik is in Suriname. Uit ervaringen binnen het ziekenhuis kan hij echter wel vertellen dat het alcoholgebruik onder Surinamers groot is en dat dit een zorgwekkende ontwikkeling is. Vooral omdat de groep alcohol- en drugsgebruikers steeds jonger wordt. En doordat mensen jonger worden en alcohol gebruiken, denken wij dat het ook voor de gezondheid schadelijk kan zijn. Omdat alcohol namelijk door onze bloed-hersenbarrière gaat en daardoor naar de hersenen toe kan gaan. En als je jong bent en begint met overmatig gebruik van alcohol, dan heeft dat later toch gevolgen op je hersenontwikkeling. Verantwoordelijk alcoholgebruik, wat verstaat u daaronder? Ik weet het niet. Voor mij is er geen verantwoordelijk alcoholgebruiker. Want ja, waar wordt het gedoseerd? Wie leert? Laat me naar mezelf teruggaan. Heb ik ooit van mijn moeder geleerd hoe ik verantwoord alcohol moet gebruiken? Heb ik het van de school geleerd? Heb ik het op de universiteit geleerd? Wie leert ons wat verantwoord alcoholgebruik is? Dus we moeten daar ook goed over nadenken. En ik denk dat we in deze zeker niet hypocriet moeten zijn en allerlei regels moeten gaan maken. We moeten verantwoord alcohol gebruiken. We weten dat als het gaat om het verkeer, dat we geen mensen willen hebben, omdat je reactievermogen neemt af. En waardoor men niet wil dat je in het verkeer rijdt en daardoor mensen dood kan rijden. Maar er is geen enkele regel voor iemand die thuis wil zitten en een liter wil drinken. Om Surinamers bewust te maken over de schadelijke gevolgen van alcohol, is het belangrijk dat zowel de private als de publieke sector de handen ineen slaan, vertelt Codrington. Om te beginnen moeten diverse organisaties bewustwordingscampagnes organiseren. Ook moet er extra aandacht komen voor de emotionele gezondheidszorg, omdat de meeste alcoholgebruikers vooral met emotionele problemen kampen. Ik denk dat daardoor dus een stukje voorlichting nodig is. Je hebt natuurlijk ook de familiestructuren nodig, die zijn misschien wat moeilijker te benaderen. Maar aandacht aan mensen, de emotionele kant van mensen, is heel belangrijk. En we hebben wat dat betreft te weinig instituten in Suriname. Je hebt wel bepaalde professionals, psychologen, psychiaters, die dat doen. Maar je zou dus ook binnen kerkgemeenschappen en gemeenschappen waar mensen bij elkaar komen, toch? Gegroepeerd bij elkaar komen, zou er ook sessies geïnitieerd moeten worden om te werken aan het emotioneel welzijn. Niet alleen dat je dus moet kijken naar mensen die een huis hebben en noem maar op. Want je kunt een huis hebben en toch niet gelukkig zijn. Toch? En die mensen hebben ook begeleiding nodig. En die gaan naar andere dingen grijpen. Die gaan naar een andere vriend grijpen of andere vriendinnen. Dat kan alcohol zijn. John Codrington, biochemicus en hoofd van het klinisch laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP in het actualiteitenprogramma In Gesprek Met. Wij spraken met hem over het alcohol- en drugsgebruik onder vooral de jongeren.